sprookje was al heel vaak verteld, maar nog nooit door ons. Nog nooit door ons. In dat sprookje leefde een vader. En die vader had 3 dochters. De jongste was ontevreden. De middelste was veel eisend. En de oudste? De oudste wilde gelukkig zijn. En dat was ze ook. Maar op een dag werd het heel moeilijk. Ze moest weg bij haar vader. Ze was juist heel gek op hem. Toen werd ze doodsbang. Ze kwam bij iets. Zo afschuwelijk. Zo afzichtelijk. Zo afschrikwekkend. Het was iemand die op niemand leek. Eén monster. En het monster wou wat van haar. Het is een mooie meisje. Ze is helemaal niet gelukkig meer. Want die dacht, die eet mij op. Maar het was geen gewoon monster. Het had een groot geheim. En daar moest het meisje achterkomen. Thank you.
meisje. Wil je bij mij komen wonen? Oh nee. Alsjeblieft. Laat me alleen. Zeg mij, kwam jij uit vrije wil naar mij toe? Ja, ik wou een boek. Ik wou het papa even terug. Dank je, meisje. Ik kan niet zeggen hoe belangrijk dat voor me is. Laat me alleen. Het monster deed er niks. Hij bleef alleen maar vragen. Dagen en dagen gingen voorbij. Dagen werden weken. En weken werden maanden. Hij bleef maar vragen. Wil je alsjeblieft bij me blijven? Nee, alsjeblieft nooit. Iedere avond kwam het monster bij haar. En zo leerde zij hem kennen. En begon ze aan hem te wennen. Op een avond kreeg ze van hem een spiegel. Het was geen gewone spiegel. Het was een toverspiegel. Dank voor de spiegel, maar in de spiegel zie ik mijn vader. Hij is ziek, hij zal sterven. Mag ik hem nog even zien? Ga, meisje. Wat je ook doet, het is goed. Ik kom terug, maar 8 dagen ben ik terug. U moet weten, het is geen leugen, geen haat. Ik zal sterven als je mij verlaat. Ik kom terug. Snel terug naar het kasteel. Was het te laat? Heeft het monster nog? Zo.
Ze vonden me in de gang, bewusteloos. Ze boog zich over hem heen. Ze wilde horen of zijn hart nog klopte. Op dat moment deed hij zijn ogen open. Dag meisje, ik ben terug. Ja, ik was bang dat je dood ging. Mijn dag meisje, je hebt mijn leven gered. Nee, ik kan je leven niet redden. Onderweg naar hier ben ik twee enge mensen tegengekomen. Het meisje vertelde over de vampier en haar jongste zusje. En dat ze het monster kwamen doden. Een vampier, zeg je? Laat ze maar komen. Ik heb ook een plek. Op de nacht kwam de vampier en het jongste zusje naar het kasteel. Het monster zat in zijn stoel te slapen. Klokslag 12 uur slopen ze de kamer binnen. Woont zij bij jou? Ja, zij woont bij mij. Is er uit Vrijwillig toegekomen? Ja. Dan is de ploeg verbroken. Je wordt bij je hier bent. Ja.
ze hebben heel hard gewerkt aan deze voorstelling. Het is voor kinderen heel erg moeilijk om zo'n lange spanningsboog vast te houden en een voorstelling te maken. Dus ik wil extra applaus voor onze kanjer Tim. De kleine vampier Sophie. Het onaardige, maar uiteindelijk toch hele lieve dochter Lauwens. En onze vertelster Anouk. En dan, u hebt het gehoord, zware woorden rustig achter. Maar het waren ze niet alleen, maar dat komt. We hadden vier kanjes achter ons. Kom maar even op, Tim! En andere mensen. Hoi! Celine! En Nina! En Nina! En Marianne! En Henny, mijn assistent. En wij hebben het allemaal samengemaakt. Applaus voor het publiek dat ze gekomen zijn. En de techniek daarachter. En die is zo stressbestendig. Nee! Het was super!